In de wereld van mobiliteit hebben we te maken met veel problemen. 750 dodelijke slachtoffers per jaar, 20.000 gewonden, files. Aan de andere kant hebben we oplossingen liggen. Zo kunnen we tegenwoordig automatisch achter elkaar aanrijden. Die oplossingen leunen vaak sterk op communicatie. En dat is nou net precies de reden waarom die oplossingen maar niet door lijken te breken naar de markt toe. Want er zijn geen lijsten met afspraken hoe we nou moeten communiceren. Er bestaat geen protocol hiervoor. Ik zou daarom het ministerie willen oproepen om actie te ondernemen en om zelf zo'n protocol op te stellen. En om daarnaast een pilot te starten waarin de wereld te zien krijgt hoe auto's, wegbeheerders en bedrijven in Nederland in de toekomst met elkaar kunnen communiceren. Dank u wel.